Nog een vraag van mevrouw Agema. Vraag. Ja, dank u wel, voorzitter. Er is een gierend personeelstekort. Maar ga vooral een initiatiefnota maken om de zorg inclusiever te maken, voorzitter. We hebben gisteren de hele dag gedebatteerd over eenheid van kabinetsbeleid. Over of alle neuzen nog wel dezelfde kant op staan. En ik wilde aan mevrouw Sala van D66 vragen. Zij is akkoord gegaan met coalitieakkoord. En in het coalitieakkoord wordt structureel 350 miljoen bezuinigd op de verpleeghuizen. Dat gaat om 10.000 medewerkers. En nou, dat is doorberekend door het Centraal Planbureau. En heeft het Centraal Planbureau ook berekend dat die bezuiniging die in 2026 stond ingeboekt, in 2023 al bereikt is en fors meer geworden is. 1,6 miljard euro en 40.000 zorgmedewerkers. Ik wilde mevrouw Sala vragen of zij dat eigenlijk wel steunt. Deze minister kan rekenen op de steun van D66 dat die bezuiniging van 350 miljoen 10.000 mensen, 1,6 miljard en 40.000 mensen is geworden. Mevrouw Sala. Voorzitter, ik steun zeker het coalitieakkoord. Er wordt niet bezuinigd, er worden maatregelen genomen om de zorg doelmatiger te maken. En om de kosten onder controle te krijgen, moet je daar keuzes voor maken. Dus ik sta zeker achter het coalitieakkoord. Ja, dat was niet mijn vraag, voorzitter. Mevrouw Agema, wordt wel bezorgd. Mevrouw Agema, mag ik eerst even? Ik had indicatief 4 interrupties gezegd. U heeft 4 gehad. Nou, die zijn indicatief voorbij. Dus ik wil u graag nog de ruimte geven om nog een vraag te stellen. Maar houdt u zich enigszins in. Dank u wel. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is feitelijk onjuist dat mevrouw Sala hier zegt dat er niet wordt bezuinigd. Er wordt wel bezuinigd. En zo noemt het Centraal Planbureau dat ook. Het Centraal Planbureau zegt ook, ik citeer: na de invoering van het kwaliteitskader is er in totaal voor 1,6 miljard euro structureel op de ouderenzorg bezuinigd. Dat is dezelfde post als de post die in het coalitieakkoord wordt genoemd. Die post van 350 miljoen in 2026. Die is dus al bereikt in 2023. Dus geen 10.000 mensen worden eruit bezuinigd, maar 40.000 mensen. En mijn vraag aan mevrouw Sala was: zij heeft getekend voor een coalitieakkoord met een bezuiniging van 350 miljoen en 10.000 personen. Nu zegt het Centraal Planbureau dat het al veel meer is geworden. Voorzitter, steunt zij dat? Voorzitter, steunt zij dat beleid van de minister? Voorzitter, ik steun het beleid van de minister die ervoor zorgt dat er dit jaar 16.500 mensen bij zijn gekomen. Ik steun de plannen van de minister waarin we afspraken hebben gemaakt in het WOZO, in de ISA, ontregelde zorg. Ik steun het beleid van de minister waaruit blijkt dat dit jaar het aantal medewerkers per bewoners is gestegen. Op dit moment gaat er meer geld naar de zorg. En dat zal de komende jaren ook zo zijn. Maar er komt een vergrijzingsgolf aan. En dan moeten we maatregelen gaan nemen om de zorg houdbaar en betaalbaar te houden. Ja, dank u wel, mevrouw Sala. Het antwoord misschien niet goed, maar het is wel zo. Nee. Als eerste, beste collega's. Via u spreekt via mij. Excuus. Allemaal. Dat om te beginnen. Ten tweede, het is een vorm van uitlokking. Ik geef u heel kort de kans om daarop te reageren, heel kort, maar dan is het ook klaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Dit soort semantische spraakverwarringen doen geen recht aan de situatie zoals die op dit moment in ons verpleeghuis is. En feitelijk is het zo dat er 46.000 vacatures openstaan. En feitelijk is het zo dat het Centraal Planbureau constateert dat er 1,6 miljard euro is bezuinigd ten opzichte van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg dat uitging van 2 op 8 bewoners tijdens piektijden. Kort. En het is schandalig heel dat mevrouw kort. Sala hier een rookgordijn opwerpt. Dank u wel, mevrouw Agema. Wilt u reageren? Of, Ja, daar wil ik graag op reageren, voorzitter. Het feit dat we bezig zijn met de nieuwe kwaliteitskader, dat komt vanuit het zorgveld zelf. Het is gewoon niet houdbaar om te werken op deze manier. Als we zo doorgaan, dan zegt het WRR-rapport ook dat we straks 1 op de 3 mensen nodig hebben om in de zorg te gaan werken. En we hebben, voorzitter, mensen nodig in het onderwijs, in de kinderopvang en noem maar een sector op. Dus we moeten maatregelen nemen. Daar hebben we nu afspraken over gemaakt en daar sta ik falikant achter. Dank u wel, mevrouw Sala. Dan is er nog een vraag van meneer Mohandes. U had er ook nog één, maar u weet dat ik soms heel erg vriendelijk kan zijn. Ik reken op u, voorzitter. Dank u wel. Nee, voorzitter, nog even ook aan D66 de vraag die ik aan de VVD stelde. Het gaat natuurlijk ook om hoe